Hey, hoi, goedemiddag, hoi. Hier is weer de live show van Petra Juliana met Your Next Level Live. En dit keer ga ik het hebben over de psychologie van prijzen. Ik denk het waanzinnig zelf een heel erg interessant onderwerp, ook waar ik heel veel vragen over krijg. En je kan ook ter plekke vragen stellen als je wil. Dat kan hieronder kan je vragen stellen. Dus ik ben bij deze van harte uitgenodigd om je vragen te stellen. Ik ga een aantal dingen vertellen. Daarover denk ik dat het waanzinnig interessant wordt om wat ik ga vertellen over prijzen en over pricing. Het eerste wat ik aan de orde wil stellen is dat prijs heeft te maken met waarde. En prijs staat voor een waarde. Je kan je zelfs iets bij voorstellen dat iets dat een bijvoorbeeld een regenjas. Ik kan ook van je regenjas. Een regenjas van de bijenkor van nee, van CNA. Ik weet als beter voorbeeld. Van CNA heeft een andere prijs dan een regenjas van Burberry. Ja, heeft een hele andere prijs, heeft een hele andere waarde. He, er zit ook natuurlijk veel branding en positionering achter. Maar dat weet je al iets dat het een heel ander ding is, een heel andere waarde. Dus prijs gaat in de eerste instantie heel erg over waarde. Welke waarde breng je over aan de ander en zodoende kan je ook kijken, oké, welke prijs kan ik daar dus op leggen? Zoals ik al zei, heeft prijs dus ook te maken met je positie in de markt. En zo'n prijs van een regenjas bij CNA komt anders op je over dan de prijs van een regenjas van Burberry. En Burberry is een, mocht je het niet kennen, is een heel chic merk. Die ook regenjassen verkoopt en tegen een behoorlijke high-end prijs. Maar ze hebben zichzelf zo ontwikkeld als merk dat ze zulke prijzen ook kunnen vragen. En ze hebben zichzelf op een bepaalde manier neergezet in de markt door de jaren heen. Dat gaat dan niet vanzelf. En dan kunnen ze nu de prijzen vragen die voor zo'n regenjas, als ze nu vragen. Ja, waar ik het ook heel erg voor heb is, als het over prijzen gaat, dan je prijs kan je bepalen als je kijkt naar welke verandering, welke transformatie jij brengt ten aanzien van je klant. En je kan het op heel veel verschillende niveaus doen. Dus je kan kijken, goh, welk dienstproduct heb ik en welke verandering zit daarin? Welke transformatie zit daarin voor mijn klant? Ik denk dat een hele belangrijke is. Kijk, prijs, oftewel waarde, is opgebouwd uit heel veel soorten aspecten. De kwaliteit van iets, nou, ik ga ervan uit dat een kwaliteit van zo'n regenjas van Burberry, dat een hogere kwaliteit is dan een regenjas van CNA. De prijs, dus de waarde die je biedt, heeft ook een bepaalde perceptie. Dus wat de ander denkt dat het waard is, dat is ook de waarde die je kan brengen. Het verhaal wat je eromheen bouwt, het imago wat je eromheen bouwt, is van invloed op het brein van jouw potentiële klant. En dat brengt een bepaalde perceptie. Dus als een heel sterk verhaal hebt, waarbij je dus aangeeft dat dus de verandering, de transformatie, heel groot is die je brengt met jouw dienstproduct, dan komt je verhaal sterker over en ook de perceptie, de waardeperceptie, komt ook sterker over bij je potentiële klant. Dus dan kan je ook weer hogere prijzen gaan vragen voor hetgeen je aan het doen bent, voor het dienstproduct die je brengt. Ik leer mijn klanten altijd een unique story purpose. Dat is eigenlijk het verhaal dat je omheen hebt te bouwen rondom je dienstproduct. Ja, vroeger had je, misschien ken je dat verhaal wel, USP, Unique Selling Point. Nou, dat is echt best wel als echt marketing 1.0. Daar doe ik niet aan, zelf niet aan. Belangrijk is te kijken, oké, marketing 3.0. En dat is echt dus USP, maar dan Unique Story Purpose. En welke unique story purpose heeft jouw dienstproduct? En dat kan dus op verschillende niveaus zijn. Het kan ook dat het een lagere prijs is, natuurlijk ook iets. Maar het kan ook zien dat het iets waar een
Ja, een enorme levensveranderende transformatie, verandering gaat plaatsvinden bij jouw klant. Waardoor de waarde groter is, maar ook de unique story purpose die je eromheen bouwt ook veel groter is en veel omvattender is. Wat ik het over wil hebben is. Ik ga even kijken hier. Ja, dat je klanten eigenlijk op heel veel niveaus van waarde kan helpen. En dat ook in feite je prijs bepaalt. Zo zou je het kunnen zeggen. En je kan je klanten bijvoorbeeld helpen op het gebied van je iets verandert in hun omgeving. En welke verandering is dat? Dat is een wat lager niveau. Als een volgende verandering, als je kijkt weer naar een hoger niveau. Kan je kijken naar gedrag. Misschien verander je iets van gedrag. Of hoe ze iets doen. Of wat ze doen. Misschien verander je iets aan hun kwaliteiten. Capaciteiten. Dat is weer een hoger niveau. Je gaat iets veranderen wat ze weten. Wat ze kunnen. Maar het kan ook zijn dat je op een nog hoger niveau. Dus nog op een hoger niveau van waarde. Iets voor jouw klanten verandert. Bijvoorbeeld op het gebied van. Dat je verandert hoe ze zich voelen. Wat ze geloven. Wat ze belangrijk vinden. En hoe ze denken hebben, misschien van iets met hun mindset. Je kan nog een hogere niveaus van waarde gaan bereiken. Misschien verander je wel hoe ze zichzelf zien. Wie willen jouw klanten nou worden aan het eind van de rit als ze iets met jou gedaan hebben? Naar aanleiding van een traject of een programma. Dan worden ze eigenlijk een ander mens. Dan worden ze een ander persoon. Zo zou je dat kunnen zien. Dus dan doe je iets op identiteitsniveau, verander je iets bij hen. En je kan zelfs zodanige dienst, product in het leven hebben geroepen dat jij iets doet waarbij zij gaan veranderen, ze gaan transformeren. Echt hoe ze hun rol op aarde zien, hoe ze hun missie gaan veranderen. Dat zou ook best wel jouw dienstproduct kunnen zijn. Dus je ziet dat er meerdere levels van waarde zijn die ik net opgenoemd heb, waarbij je een prijs kan, waar je een prijs kan aanhangen. Het laagste niveau zou je kunnen noemen, het is functioneel. En dat zijn zaken zoals het laagste niveau van waarde bieden. Dus bijvoorbeeld je bespaart kosten, je bespaart tijd, je laat ze meer geld verdienen. Je risico wordt lager als ze met jou gaan werken. Een bepaald risico dat ze kunnen lopen met wat zij doen. Je verbindt hen met iets. De kosten worden gereduceerd. Je biedt meer gemak. Je versimpelt het een en ander. Dat zijn allemaal functionele manieren om waarde te leveren. Als je niveau hoger gaat, kun je op een emotioneel niveau waarde gaan leveren. En dan zou je, dat kan ook zo zijn dat jij iets doet op het gebied van, je geeft ze een goed gevoel ergens over. Ze krijgen een goed gevoel ergens over als ze dat kopen wat jij het aan te bieden hebt. Of ze krijgen ergens meer plezier in. Of het brengt hen rust. Dat zou het ook kunnen zijn, je brengt hen meer rust. Ze krijgen ergens toegang toe. Dat is ook een vorm van een hogere vorm van waarde bieden. Of ze voelen zich beloond. Als ze dat kopen bij jou, dat product of die dienst, dan voelen ze zich beloond ergens. Dan belonen ze zich ergens eigenlijk voor. Zo voelen ze dat voor hen. Want oh, ik koop dat, ik zie dat als een investering. Ik beloon mij zodat ik dat en dat ga bereiken. Hè, zodat ik die persoon ga worden. Ga je nog een niveau hoger, dan zou je kunnen denken dat je echt aan levensveranderende soorten vormen van waarde die je kan bieden. Bijvoorbeeld, je brengt hoop. Je brengt hoop voor de klanten die je biedt. Met wat jij doet, breng je enorm veel hoop. Want, oh, zie je, het kan toch anders. Er zijn voor mij toch mogelijkheden. Of het motiveert hen heel erg om te gaan bereiken wat ze gaan bereiken. Als ik dat ga kopen, als ze jouw product of dienst gaan kopen, motiveert het hen, zet het hen aan tot actie. Om echt de resultaten neer te zetten die zij willen in hun leven, relatie, bedrijf, nou noem maar op. Of ze voelen zich ergens bij horen. Ze hebben het idee van, oh, als ik dat
koop, als ik dat product koop, als ik die dienst koop, dan hoor ik ergens bij. Hè? Bijvoorbeeld als je natuurlijk een VIP aanbiedt. Maar je ziet het ook in de, het hoeft niet per se in deze wereld voor ondernemers te zijn. Het kan ook zijn behoren tot een club. Hè? Als je echt tot behoort een club, behoort tot die club. Dat heb je in het dagelijks leven ook. Of ben je daar al geweest? Ben je al bij dat restaurant geweest? Of ben je daar al bij dat festival geweest? Dan kan je daarover meepraten. Ik was zelf gisteren bij North Sea Jazz Festival. Nou, dan kan je met anderen over meepraten. Van, nou, ik hoor dus ook bij degene die bij een North Sea Jazz Festival is geweest. Je kan je daar iets bij voorstellen. Het heeft een bepaalde waarde. Het brengt een bepaald aanzien eigenlijk. En het kan zo zijn dat jij een product of dienst hebt dat een bepaald aanzien brengt. Om te dan zeggen van, hé, maar ik hoor daar ook bij. En het allerhoogste niveau wat je kan brengen is dat jouw product of dienst echt een sociale impact heeft. Dat, het, dat je het ziet dat jouw product of dienst eigenlijk een onderdeel is van iets veel groter dan jouzelf. En dat het een vehikel is om van iets veel groters dan jouzelf. Dat, dat het ergens onderdeel dus van is dat het... van waaruit, waaruit doe je wat je doet? Hè? Waarom doe je wat je doet? Maar dat is ook waar zij zelf over gaan nadenken met jouw product of dienst. Dat is het eigenlijk allerhoogste niveau wat je kan bieden. Dus ik zal het even nog eens opnoemen. Dus je hebt eigenlijk een functioneel niveau. En je hebt het emotionele niveau. Je hebt het levensveranderende niveau. En het allerhoogste niveau is het sociale impact niveau van waarde die jij kan leveren. En hoe meer je kan combineren daarin, dus hoe meer waarden jij daarin kan leveren, ten aanzien die ik noemde. Als je die verwerkt in jouw producten en diensten, des te betere prijzen kan je ook gaan vragen. Dus van, dus lijkt wel een hele mooie tip om daar eens aan over na te gaan denken. Waar ik het met jou ook heel graag over wil hebben, is dus prijs en de opbouw van prijs. En wat ik zei al, prijs is perceptie, het is een verhaal. Het moet jouw bedrijf winstgevend maken. Daarvoor heb je plakje een prijs aan jouw dienst of product. Daarom is het ook zo belangrijk. Maar wat ik merk is dat veel ondernemers helemaal niet denken aan de opbouw. Van waar is mijn prijs nou eigenlijk opgebouwd? Die plakken dan maar een prijs aan een product of dienst en denken niet na, ja, maar wat moet er eigenlijk allemaal in die prijs zitten? En daar wil ik het heel graag met jou over hebben. Wat belangrijk is, om in je prijs te zijn, er eigenlijk vier elementen die belangrijk zijn om in je prijs te gaan verwerken. En in je prijs moet verwerkt, in ieder geval verwerkt zijn de kosten om te maken wat je hebt gemaakt. Of dat nou een product is of een dienst is. Dus er gaan een aantal kosten in. Mijn klanten zijn met name mensen die een dienst hebben. En daarin zit natuurlijk werk in verzet. Hè. Ze hebben een programma, ze hebben een traject dat ze verkopen. En daar hebben ze werk voor te leveren om dat aan de man-vrouw te brengen. Hè. Ook om dat te ontwikkelen. Het moet gemaakt worden, het moet bedacht worden. Er zijn tools voor nodig, materialen wellicht die ontworpen worden voor je programma of training. Werkboeken, noem maar op. Nou, dat zijn allemaal kosten die je maakt. Misschien doe je dat niet alleen, misschien besteed je ook dingen uit. Nou, zijn nog eens kosten. Dan heb je ook kosten om het te leveren. Dat is het tweede element van de vier. Nou, kosten om te leveren. Je moet promotie doen, je moet marketing doen, je moet sales doen. Misschien huur je ook een trainingsruimte. Je hebt back-office support nodig, misschien om het allemaal te leveren. Ik doe zelf webinars. En die webinars doe ik wel vooralsnog in ikzelf. Maar er is heel veel back-office. Er worden mailings ingepland. Er worden Facebook-advertising gemaakt. Dat doe ik allemaal niet zelf. Dat is allemaal uitbesteed. En dat wordt allemaal automatisch voor mij geregeld. Dat is een team dat betaald moet worden. En misschien heb je zelf ook mensen die jou ergens mee supporten, ergens mee helpen. Maar misschien heb je ook tools, software die nodig zijn
om het te leveren. Hè? De kosten om het te leveren zitten daar dus bij in. Ook zijn dat, dat soort zaken. Derde element waar je prijs uit is opgebouwd is de overhead. Misschien ben je een online ondernemer, maar ik zou, het is altijd wel slim, ook al ben je een online ondernemer, om ook die overhead erbij te nemen. Overheadkosten zie ik ook wel als zaken als de operatiekosten, dus operationele kosten, laat ik het zo zeggen. Dus de kosten om je bedrijf up and running te houden. En het is goed om daar eens over na te denken, van hoeveel kost het mij eigenlijk om mijn bedrijf up and running te houden. Er zijn bepaalde kosten aan verbonden om je bedrijf bijvoorbeeld 1 maand up and running te houden. En je zou bijvoorbeeld die vaste kosten om je bedrijf up and running te houden voor 1 maand kunnen verdelen over het aantal verkopen die je verwacht. Dus een hele slimme om dat element in je prijs te gaan verwerken als het derde element. Vierde en laatste element waar je prijs uit kan bestaan is winst. En nu denk je misschien, oh, maar dat zit toch al in het werk dat ik heb gedaan? Nee, dat is arbeid. Dat is je werkkapitaal, dus dat is je arbeid. Dat je doet. Dus dat is echt los van dit element van winst. En winst is eigenlijk het bedrag dat je zelf toekent, omdat je überhaupt de eigenaar bent van jouw bedrijf. Het feit dat jij hebt bedacht wat je hebt bedacht, dat je neerzet wat je hebt neergezet, dat stukje, het was winst voor jou. Het is natuurlijk zo, naarmate je bedrijf groeit en je mensen in je bedrijf gaat krijgen die jou gaan supporten, heb je die winst wel weer te verdelen over jezelf en de anderen. Een deel van die winst is dan dus jouw salaris. En een ander deel van de winst is het salaris voor degene die jou helpen in jouw bedrijf. En dus zorg altijd dat er geld overblijft in jouw bedrijf als eigenaar. Hè, dat je dat hebt. En eventueel misschien je team. Dat je natuurlijk jouw support, daar heb je ook geld voor over te houden. Het zit ook in je winst. Ja, dus je hebt dus de kosten om het te maken. De kosten om het te leveren zit in je prijs. En je overheadkosten. Operationele kosten dus. En 4 is dus je winst. Wat ook belangrijk is daarnaast, om als je over prijs gaat nadenken, of pricing gaat nadenken, is klantwaarde. Kwantificeer nou eens de resultaten, hè, van wat je doet. De grootte van de pijn, de frustraties hebben. De grootte van de verandering, de transformatie die jij biedt. Wat is jouw belofte die je doet? Hè? Wat is mogelijk voor hen? Ook in de toekomst. Want het kan best zo zijn dat ze niet binnen het traject dat jij biedt meteen die resultaten gaan krijgen die ze willen hebben. Het kan zijn dat het een impact heeft op een later deel ook nog in hun leven. Dus niet alleen in het deel dat ze jouw programma of traject volgen, maar misschien ook tot een jaar of een jaren later, dat ze nog steeds profiteren van wat jij hebt aangeboden. Dus die klantwaarde is ook belangrijk om daar eens over na te denken voor een bepaald product of dienst dat je in het leven gaat roepen. En dus dat heb je ook in je prijs te verwerken. Als dat natuurlijk op een bepaald, hangt het wel vanaf een bepaald niveau. Weet je, waar ik het net over had, aan die niveaus. Welk niveau van dienstproduct dat jij levert. En ook belangrijk bij prijzen te denken. Is dat een dienstproduct dat je levert voor 1 keer? Of komt er daarna nog iets? Hè? Is er een potentieel in toekomstig inkomen? Ga je nog een upsell doen? Dus dat is wat ik bedoel. Dus bereid dit jouw klanten voor op een ander product of dienst dat misschien nog veel winstgevender is voor jou. Dus hoe positioneer je dan dus jouw product of dienst in je totale product of dienstenportfolio? Ja, dat heeft ook met pricing te maken. En last but not least heeft pricing natuurlijk ook te maken. We noemen niet voor niks die CNA en de Burberry. Maar de positionering dus. Welke andere oplossingen zijn er nog meer naast die van jou zou je aan kunnen denken? En welke high-end oplossingen zijn er in jouw markt van wat jij doet? Welke low-end oplossingen zijn er nog meer? En wat verwachten jouw klanten te betalen?
Dus die positionering van hoe zet je jezelf nou in de markt ten opzichte van wat zij al in hun brein hebben, wat jouw klant al denkt van wat er bestaat. Want zij zeggen, kijk natuurlijk naar heel die markt en zien waarschijnlijk ook anderen die doen wat jij doet, wat jij doet. En hoe zit jij dan in hun brein ten opzichte van al die conculega's van jou? En ook je prijsbepaal is er een enorme perceptie daarin. Maar denk maar niet dat omdat je dan zogenaamd duurder zou zijn, als je dat soms bang voor bent, dat je dan minder klanten hebt. Je gaat juist meer van de juiste klanten binnenhalen. Dat is namelijk het idee. Het gaat niet zozeer om meer klanten, maar meer van de juiste klanten. Dat bepaalt de prijs enorm. Want prijs is ook een enorm goede filter. Om niet meer die mensen in jou te gaan helpen waar je, die je niet meer wilt in jouw bedrijf. He, mensen die maar zeuren, geen actie willen nemen, voor het goedkoopste gaan. Als het je ding moet zijn, is dat je ding is aan jou natuurlijk. Maar het is echt prijskopers zijn echt andere type klanten dan klanten die. Ja, behoorlijk wat over hebben voor zichzelf om zichzelf te willen investeren. Het zijn andere type mensen. Ik zeg niet over één meer is of minder, maar het zijn andere type. En het kan zo zijn dat je zegt, nou, ik wil afscheid nemen van die type klanten. Dan is een prijsverhoging een enorm goed element. Ik heb het meerdere keren gedaan en ik heb er elke keer weer opnieuw nieuwe klanten. Dat maakt niet uit, het zijn gewoon andere type klanten die kiezen voor die investering. Zo werkt het. Nou, dus wat ik vandaag wilde vertellen over de psychologie van prijs, wat er allemaal bij komt kijken, dat je dus hebt te denken aan de waarde, aan het verhaal eromheen. Ik noem dat unique story purpose, dat is wat ik aan mijn klanten leer. Daarover wat dat waar, jouw waarde, jouw eigen waarde is. Wat de perceptie is van jouw prijs in de markt. Hoe denken dan ze daarover als het hoog of laag is of midden? Hoe kijken klanten daar dan naar? En dat het belangrijk is dat je je prijs, de waarde van die prijs, zowel functioneel maakt, emotioneel, als misschien ook levensveranderend. Hangt natuurlijk een beetje vanaf of productdienst je hebt. En dat je hebt ingezien dat er in je prijs zelf, een prijs die je plakt aan een product of dienst, uit verschillende E4 verschillende elementen bestaat. In feite kosten om het te maken, kosten om het te leveren, de overheadkosten en je winst. En niet te vergeten, inderdaad, let heel erg op eigen waarde. Ik had het net al over. Eigenwaarde is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is een soort van innerlijk werk, wat ook bij de psychologie van pricing zit. Niet aan de buitenkant, wat je aan de markt laat zien, maar wat je in jezelf aan hebt te werken. Ik merk toch dat veel te veel ondernemers te lage prijzen werken en dat is echt zonde. En denk heel goed na wat de implicatie is van wat je doet. Niet alleen voor op het moment zelf, als je het brengt, of in het traject zelf, maar ook daarna profiteren ze vast nog. Maanden en maanden, en misschien wel jaren van wat jij doet. Dus dan mag dan een aardige prijs gehangen worden. Heel veel succes met deze tips. Het kan zo zijn dat je natuurlijk ook nog vragen hebt. Ik zie in ieder geval dat Egbert weer binnen is gekomen. Dus als er nog vragen zijn, kunnen die gesteld worden over prijs en de psychologie van prijs. Vooralsnog ga ik nu afscheid nemen. Dus je kunt ook altijd achteraf nog vragen stellen hieronder. Goedemiddag in ieder geval, Egbert. Ik zal hem even gedag zeggen. En dan sluit ik nu af. Praat mee hieronder. En heel veel succes met deze tips.